أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي أولا العاصي والمخطئ بتقوى الله عز وجل. Brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala die zegt in de Koran dat wij vaker last zullen krijgen van waswasa. En dat waswasa, influisteringen, kwade gedachten die worden ingegeven door de shayateen, iets is waar we ons hele leven mee zullen moeten, tegen moeten vechten. En Allah die leert ons in de Koran een surah die we allemaal kennen, waarin wij onszelf kunnen redden tegen de waswasa van de shaitan. En Allah die zegt daarover, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Zeg, ik zoek mijn toevlucht bij de Rab, de Heer van de mensheid. مَلِكِ النَّاسِ, de koning van de mensen. إِلَهِ النَّاسِ, de God van de mensen. Dus de Heer van de mensen, de koning van de mensen, de God van de mensen. Al deze drie dingen, ja, zijn inbegrepen bij Allahu tabarak wa ta'ala. En waar zoeken we onze toevlucht tegen bij Allahu tabarak wa ta'ala? Min shar al-waswas al-khannas. Van het kwade, van de waswas, een van de bijnamen van de shaitan, is al-waswas, de influisteraar. Yani waswas komt van woordje waswasa. En wanneer iemand anders in zijn oren iets influistert, dan hoor je waswas. Iemand die daar buiten staat of iemand die ver is van zo'n persoon, twee mensen praten met elkaar, hoor je waswas. Min shar al-waswas al-waswas al-khannas. En al-khannas, vrij vertaald, de sneaky one. Degene die heel gluiperig, op een geniepige manier in jouw hart inkruipt, zonder dat je soms door hebt. Ghanaas betekent, daar zit je dan, eerst heb je goede gedachten, mashallah, eerst zit je op het rechte pad, mashallah, en dan komt de ghanaas, de shaitaan, die gaat iets in jouw oren influisteren, en je zit in de war. Je gaat in twijfel over jouw dien, over jouw geloof, en dan laat je in die staat, in staat van twijfel. Al waswas al ghanaas. Yani het doel van de shaitaan is om jou op zijn minst in twijfel te brengen over je geloof. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Met andere woorden, deze shaitaan die kan heel diep doordringen tot in jouw sudur, tot in onze borsten. Yani onze sudur, dat zijn onze borsten, en in onze sudur hebben we onze qulub. Het meest waardevolle wat een mens heeft, zijn qalb, yani de plek van zijn iman, de plek van zijn overtuiging, de plek van zijn geloof, wat we allemaal proberen te beschermen. En de shaitan kan soms zelfs ook tot in jouw sudur deze waswas inbrengen, broers en zusters. Fi sudurin nas. Maar dan zegt Allah tabarak wa ta'ala aan het einde van deze ayah, er zijn twee soorten shayateen. Min al-jinnati, shayateen van onder de jinn. يعني من أندر شبت قال الله تبارك وتعالى من الجنة والناس من أندر الجن أن من أندر الناس أتخيل أنس أوك دوت كونكليدير دات أندر المنس أندر الناس أوك شياطين زين يعني شياطين الإنس أن شياطين الجن نطر الشيطان إس إما دي فير فرايدر إس من الله تبارك وتعالى Iemand die rebelleus is tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. Iemand die ongehoorzaam is tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. Iemand die kwade intenties heeft, kwade bedoelingen is shaitaan. Ja, shaitaan, en daarom heb je ook soms in onze dagelijkse sprake, dat ook als iemand zich zodanig rebelleus tegenover Allah gedraagt en heel opstandig is tegenover Allah, is hij gewoon shaitaan. Maar een shaitaan van onder de ins natuurlijk. Als we kijken, om terug te komen, wat is een waswas? Nou, we weten, waswas, vrij vertaald, dat zijn influisteringen. En, subhanallah, een ieder is wel eens slachtoffer van waswas. Iedereen, subhanallah. Zelfs ten tijde van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zelfs de metgezellen hadden last van waswas. En het was zo erg aan de einde van de metgezellen, dat zij ook naar de profeet,
profeet sallallahu alayhi wa sallam gingen om advies te vragen. Ja, Rasulullah, ik heb last van deze kwade, verschrikkelijke, koeverachtige, twijfelachtige influisteringen. Wat moet ik doen? Straks dan maar over inshallah. In ieder geval, het punt is wat ik wil maken, ja, is een ieder is of wordt of zal. Of, we hebben allemaal last van deze waswassen. En het punt is, hoe gaan we om met deze waswassen? Voordat ik jullie en mezelf enkele tips geef hoe wij omgaan met waswassen, moeten we eerst categorieën mensen proberen te omschrijven wat hun reactie is ten opzichte van waswassen. Er zijn mensen die zo sterk worden beïnvloed door waswassen, dat zij zichzelf als slecht zien. Ze zien zichzelf als shayateen, als bang. Ze zien zichzelf als de belichaming van het kwaad. Ze zijn bang hun imaan te verliezen. En op een gegeven moment, ze zitten zodanig in hun waswasa-spiraal dat ze er moeilijk uitkomen. En sommigen trekken zelfs de conclusie, wat is nou het nut van bidden? Wat is nou het nut van het lezen van de Koran? Als ik zo'n sterke last heb van deze waswasa, dat ze op een gegeven moment zelfs ook de daden, die eigenlijk goede daden zijn, weggelaten, omdat ze zo'n sterke last hebben van deze waswassen, broeders en zusters. En als gevolg dat zij dan goede daden opgeven, moeilijk zich kunnen concentreren en zich als het ware laten leiden door deze waswassen, broeders en zusters. Dat is natuurlijk de extreme kant van hoe sommige mensen echt onder de invloed zijn van waswassen. Aan de andere kant heb je ook een andere uiterste. En dat is dat mensen soms, of sommige mensen, zo gezegd, zich helemaal geen zorgen maken over deze waswassen. Ze hebben wel waswassen, ja, maar dan zeggen ze dat zijn alleen maar gedachten. Dus ze laten hun gedachten, hun waswassen, de vrije loop doorgaan. Helemaal, ze maken zich helemaal geen zorgen over de waswassen. Ze maken, ja, met als gevolg dat ze allerlei soorten twijfelachtige dingen hebben over hun dien. Zonder dat ze toevlucht zoeken bij Allah, subhanahu wa ta'ala. En zijn ze soms ook van mening dat hun imaan niet daardoor zal worden beïnvloed. Nou, de islam leert ons, ghoirul umuri awsatuha. De beste zaken zijn de zaken die de middenweg zijn. We moeten ons niet zodanig laten beïnvloeden door waswassen, deze kwade influisteringen, dat we onze dienen laten. Maar het moet ook niet zo zijn dat we het al te licht opvatten dat je ook niks ertegen wil doen, broers en zusters. Want waswassen vanuit onze aqida, vanuit ons geloof, is iets wat echt is. En daarom, broers en zusters, de eerste vraag is, waarom denken mensen zo? Of waarom denken wij zo? Niemand is ervan gevrijwaard. Niemand is gevrijwaard van waswassen. Dus de vraag is, waarom denken mensen zo? Waarom hebben mensen, met name degenen die op het pad zijn, met name degenen die imaan hebben, waarom zijn wij vaak slachtoffer van zulke gedachten? Het antwoord daarop is, het is vrij natuurlijk, ja? Het is vrij normaal dat moslims last hebben van waswassen. Hoe vroom je ook mogen zijn, subhanallah, hoeveel kennis je ook mogen hebben, en ieder heeft wel eens last van waswassen, zelfs de sahaba. Ik noem de sahaba. Natuurlijk de profeet sallallahu alaihi wasallam, Allah heeft hem ervan gevrijwaard. Zelfs zijn karim, de shaitan, ieder mens wordt geboren met een karim die hem aanspoort tot slechte daden. Zelfs de karim van de profeet sallallahu alaihi wasallam is onderworpen aan de wil van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zijn karim kan hem geen slechte influisteringen ingeven. Dus de profeet, ja, of profeten, ja, met name ook Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, had geen last van waswassen. Dus hij had er daar geen ervaring mee. Nou, er is een hadith overgeleverd door Ibn Abbas, dat er iemand naar hem kwam. En hij wilde zijn beklag doen aan Ibn Abbas en hij zegt, inni la ajidu fi nafsi shay. Ik vind iets in mijn nafs, in mijn hart. Dat zijn gedachten, zegt hij, die hem dwars zitten. Ibn Abbas die vroeg, wat is dat? Vertel mij wat het is. Die man zegt, ik kan er niet over praten. Het is zo verschrikkelijk dat ik er niet kan over praten. Ibn Abbas die glimlachte toen, heeft het te maken met jouw dien? Heeft het te maken met jouw geloof? Ja? Toen zei hij, ja, warempo, het heeft te maken met mijn geloof. Ja, het heeft te maken met mijn geloof. En Ibn Abbas, die gaf hem toen een advies, wat hij hoorde van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dat als je zoiets in jezelf tegenkomt, ja, subhanallah, soms twijfelen mensen over de fundamenten van zijn geloof. Ze twijfelen over Allah.
Ze twijfelden over het nut van salah. Ze twijfelden over hun imaan. Ze twijfelden over de fundamenten van de dien. En dan zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, als de shaitan aan je komt en je twijfelt over zulke dingen, zeg dan, huwa al-awwalu wal-akhiru wal-dahiru wal-batinu wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Zeg, Allah is de eerste, Allah is de laatste, Allah is al-dahir, yani de duidelijke, ja, al-batin, Allah is de subtiele, de verborgene, wa huwa bi kulli shay'in 'alim, en Allah is de alwetende over alle zaken. En wat je als het ware doet is, je herbevestigt jouw imaan in Allahu tabarakahu wa ta'ala. Dus zulke gedachten, dus zulke twijfels die in je opkomen, als het gaat over jouw religie, ja, het kan gebeuren van tijd tot tijd, het betekent niet, zoals sommige mensen denken, ja, dat ze dan zichzelf zien als de duivel, of ze zichzelf zien als de kwade, hoe kan het nou dat ik zulke gedachten heb. Het is vrij normaal, want het is het werk van de shaitan om jou juist die gedachten te geven, moeders en zusters. En daarom, moeders en zusters, nogmaals, dit is belangrijk om eerst te begrijpen waarom wij zo denken. De profeet heeft gezegd, ieder kind van u wordt geboren, krijgt een karim. We hebben, ja, natuurlijk, we weten ook, we krijgen ook engelen van Allah, tabaraka wa ta'ala. Nou, deze karim, ja, we krijgen een engel die ons aanspoort tot goede daden, mashallah, ja? En we krijgen een karim die als ons als het ware aanspoort tot slechte daden, Dus met andere woorden, je bent eraan geplakt, jouw gehele leven ben je eraan geplakt. En nogmaals, we weten ook, de shaitan heeft ooit eens een bedreiging gemaakt aan de kinderen van Adam. De shaitan heeft zelfs ook aan Allah tabaraka wa ta'ala gezegd dat zij de kinderen van Adam nooit met rust zullen laten. En daar is een fragment over in de Koran waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt, toen Allah hem confronteerde waarom hij dat deed tegen Adam alayhi salam, ja, dat scheppingsverhaal, toen zei hij, de shaitan, tegen Allah tabaraka wa ta'ala, qala fa bima aghwaytani, o Allah, omdat u mij hebt doen dwalen. Overigens, dat is ook niet waar. Allah heeft de shaitan natuurlijk niet doen dwalen, maar hier zien we ook iets van de shaitan. De shaitan is van nature zo dat als hij iets doet wat verkeerd is, wat niet mag, geef je een ander de schuld. Het is de schuld van Allah dat ik dwaal, van Allah. Dus, en hij zegt, o Allah, omdat u mij hebt doen dwalen, la'ad'udanna lahum siratak al-mustaqim. Ik zal op het rechte pad die u uw dienaar hebt gegeven, in het midden ervan staan, om hen tegen te houden. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim. Vervolgens zal ik voor hen staan, wa min khalfihim, van achter hen, wa an aymanihim, rechts, وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ لِنْكْسْ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Subhanallah, voor, achter, links, rechts. Je wordt omringd door de shaitan, dat is zijn doel. Je wordt omringd door de shaitan, zijn doel is om jou van het rechte pad weg te halen, zijn zusters. Ja? En dan zegt, ja, Allah, de shaitan verder, وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. En de meesten zullen behoren tot de ondankbaren, tot degenen die Allah tabaraka wa ta'ala niet dankbaar zijn. En dus, we weten nu, het is vrij normaal dat wij deze waswasa krijgen. Echter, broers en zusters, nu komt er iets anders. Wij kunnen er tegen vechten. We kennen in islam het concept van jihad nafs, ja? Dat wij strijden tegen de slechte gewoontes, tegen de slechte gedachten. En hier zien wij ook dat jij als mens hier ook een grote rol zal in moeten spelen. Dus het hangt af van wat jouw opvoeding is. Het hangt af van wat jouw persoonlijke keus is. Misschien hangt het ook af van wat jouw karakter is. Want we weten, schandallah, van nature is de mens, neigt de mens ook naar het kwade, schandallah. Allah zegt ook daarover, toch, de nafs. Inna nafsa la'amaratum bisu. Voorwaar, de nafs die wil alleen maar neigen dan naar wat slecht is. En daarom, Allah subhanahu wa ta'ala geeft ons in deze mooie dien, dat wat toegestaan is. De halal is duidelijk, de haram is duidelijk. We hebben regels in de islam, we hebben hudud in de islam. We hebben ook daar tegenover dat Allah subhanahu wa ta'ala degene bedreigt, ja, wanneer die zonde begaan. Dus hier zien wij, de nafs is van nature die neigt naar het slechte, En daarom hebben we onze dien nodig om ons, zeg maar, deze slechte nafs, of de nafs, de ego als het ware ook, die graag slechte dingen wil doen, dat we onze dien voor nodig hebben om ons, de nafs, in het gareel te kunnen houden, onze zusters. En dus hier zien wij, ja, dus nogmaals, hangt af van je persoonlijke keuze, van jouw
ja, van de sterkte van jouw imam, hoe sterk sta je in je schoenen, hangt af ook van wie je vrienden zijn. Want soms hangen we, hier zien we ook, als je goede vrienden hebt en je maakt soms jouw intentie bekend dat het een slechte intentie is, een goede vriend zal niet zeggen, ja, we gaan maar. Nee, ik zeg Allah, ya akhi. Vrees Allah, ya akhi. Waar ben je nou mee bezig, ya akhi? Je weet toch dat het haram is? Dus hier zien we ook, onze dien leert ons ook, musahabatu as-salihin. Dat wij salihin, ja, die vrome mensen, mensen die ons, mensen die het goede hebben voor hun als vrienden moeten houden, zodat wij ook kunnen strijden tegen de shaitan. Dus de strijd tegen shaitan is op de eerste plaats een jihad nafs, maar ook iets wat we met z'n allen moeten doen, broers en zusters. En in de islam kennen we ook het concept van al-amr bil ma'ruf wa nahi an al-munkar, yani dat wij elkaar aansporen tot het goede en dat wij het slechte verbieden, of ja, dat we het slechte verbieden en daartegen waarschuwen, broers en zusters. En dus, broers en zusters, dat is, ja, om ons een beetje een begrip te geven van waarom wij zo denken. Ja? Waarom de shaitan zo denkt. Dus omdat de shaitan met elk van ons is, is het natuurlijk dat hij in ons zal influisteren, deze slechte gedachten. Hetgeen niet betekent dat jij zelf de duivel bent of dat jij de kwaad bent. Ja? Maar soms vraagt iemand zichzelf af, ik heb zulke slechte gedachten dat als ik het zou verwoorden, ik eigenlijk buiten de islam zou treden. Hoe zit dat dan, subhanallah? Ja, hoe zit dat? Hoe moet ik daarmee omgaan, subhanallah? He? En soms, subhanallah, zit je met gedachten, je zou je eigenlijk schamen dat je zelfs met die gedachten rondloopt, subhanallah. Het antwoord daarop, broers en zusters, zelfs de sahaba gingen naar de profeet, subhanallah. Enkele van de sahaba, die gingen zich beklagen naar Rasulullah. Ja, Rasulullah, wij zitten soms met gedachten die wij, waar wij ons voor schamen dat dat in ons opkomt. Ja? Ik val liever van de hemel naar beneden dan dat ik deze gedachte opzeg, ja Rasulullah. Dus hier zien we ook, ze zaten er ook mee. Ja? En toen vroeg de profeet sallam, wat je doet, vinden jullie dat echt in jullie gedachten, in jullie harten? Naam, ja Rasulullah, naam. Toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, tilka mahdatul iman. Dat is een teken van iman, dat is de essentie van iman. Het is omdat je iman hebt. Tot daaraan toe, we weten nu dat we allemaal last hebben van waswasa, maar we moeten het daarbij laten, is omdat je iman hebt, zal de shaitan jou nog meer waswasa geven. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zei dus, werken sarihul iman, dat is duidelijk je iman. Het is een feit dat je, zeg maar, dat je daar last van zal krijgen, ja? Maar omdat je ervan bewust bent, is het goed. Dus hier zien wij, bij het begin zeg ik nog, sommige mensen laten zich erdoor leiden en sommige mensen maken zich daar helemaal geen zorgen over. Dus zolang je er bewust van bent en je zoekt naar een oplossing en je wil dat het weggaat en je wil dat het eindigt, dat is de essentie van iman. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen, Allahu Akbar, hè? Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillahilladhi radd kaidahu ila alwaswasa. Allah van Allah die het slechts tot een influistering heeft gemaakt. Met andere woorden, het kon erger zijn. Je kon het misschien hebben uitgesproken. Je kon het misschien ernaar hebben gehandeld. Ja? Het kon erger zijn. Je kon misschien andere mensen ernaartoe hebben geroepen. Maar het is, het is nog in de beginfase geweest van de waswasa. Ja? Waar je zelf ook geen controle over hebt. En dat is ook eigenlijk, ja, maar de waswasa wat hiermee bedoelt, dat wat plotseling in jou inkomt. Dat wat je plotseling over nadenkt, het is niet jouw aard. Ja, soms kan je ook er niks tegen doen. Ja? Maar het moment dat het bij jou is gekomen, deze waswasa, en je gaat het ontwikkelen tot een gedachte, je gaat het ontwikkelen tot een idee, je gaat er naar handelen, vanaf dat moment natuurlijk is het jouw verantwoordelijkheid. Want de shaitan die geeft je alleen maar de waswasa, maar de stappen daarna, die komt zelf van jou, ja? Van de mens zelf, broers en zusters. Dus dat is wat we zien nogmaals, de conclusie die we kunnen trekken. Ja? Wij moeten ons realiseren dat deze gedachten die je hebt, die wij plaats hebben, ja? Het werk is van shaitan. Je zal er 24 uur per dag last van hebben. Ja? 7 dagen in de week zal je daar altijd last van hebben. Ja? En we merken dat ons ook in ons dagelijks leven, subhanallah. Ja? We merken dat bij de wudu bijvoorbeeld. We merken dat bij de salawaat, subhanallah. We merken dat als we in de moskee zijn, ja, heb je niet gemerkt dat God was altijd zo lang duren. Hè? Dat het, zeg maar, als er in de moskee soms dorens zijn, dat mensen weg willen gaan en dergelijke. En de mensen heel vaak naar hun horloges kijken. We merken dat tijdens het reciteren van de Koran,
En de profeet zelfs ook, een voorbeeld. Er is een shaitan of een vorm van jin die heet Walahan. En die is, zijn taak is om jou te laten twijfelen bij de wudu. Gewoon simpel je wudu. Hey, je doet je wudu. En hoeveel keer heb ik mijn hand nou gewassen? Was het nou 3 keer? Was het nou 4 keer? En je blijft je handen wassen en je blijft wudu doen. En sommige mensen gaan, ik ken hier echt gevallen van, sommige mensen zijn klaar met wudu. Ze zijn klaar met wudu. Ze lopen een paar stappen verder en ze twijfelen. Ze blijven twijfelen, ze blijven twijfelen. Ze gaan lang. En je hebt ook nog een ander shaitan die jou in jouw salaat lastig valt. Ze gaan dan ginzen. Ja? En dan? Voor mij is dat een reflectie van een ieder. Ja? Zo heb je niet gemerkt dat voordat je begint met salaat, ben je altijd geconcentreerd. Je doet de iqama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je denkt nergens aan. En op het moment dat ze zegt Allahu Akbar, denk je aan alles wat je nooit aan hebt gedacht. Herinner je een heleboel dingen wat je tijdens de salaat nooit had kunnen herinneren. Denk je bij jezelf, subhanallah. En op het moment dat je salaam doet, vreemd, dat wat je hebt herinnerd in de salaat, herinner jij je niet meer na de salaat, subhanallah. Ja, dus hier zien we, je hebt dus zulke shayateen. Zijn doel is om jou in twijfel te brengen. Zijn doel is om jou in de war te brengen. Ja, hoeveel rak'aat waren dat nou? Ja, hoeveel, welke soera of wat dan ook. Ja, of je brengt je helemaal in de maat. En dat gebeurt ook dus wanneer je ook de Koran aan het reciteren bent. Dus dat is, beste broers en zusters, ja, jou laten twijfelen. Is een van de belangrijkste doelen van Shaitan. Ja? Zelfs over jouw imaan. En zelfs over Allah. En zelfs over de fundamenten. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt. De Shaitan zal komen naar een van jullie. En die zal jou enkele vragen stellen. Man khalaq al aard. Wie is de schepper? Wie heeft de aarde geschapen? Allah. Man khalaq al samawat? Allah. Man halak al bahar, dan wie heeft de zeeën en de rivieren geschapen? Allah. En dan komt hij naar het laatste vraag. Wa man halak Allah. En wie heeft Allah geschapen? Ja, dat zijn ook van die vragen die ze zo groot hebben. Fundamentele vragen. En dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Als die vraag komt, zegt A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Zoek jouw toevlucht bij Allah tabarakahu wa ta'ala. En vernieuw jouw imaan, vernieuw jouw shahada. Huwa al-awwal wal-akhir wal-tahir wal-batin. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Ja, dus laat het je zo ver komen dat de shaitan jou die gedachte laat ontwikkelen, dat het een idee wordt. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa bikin hakim. أقول ما تسمعون فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين برسوسوس مزين dat onze ulama's zelfs op bepaalde gebieden die mens eigen is ook daarover heeft gesproken. Bijvoorbeeld een van de hoofdstukken die we vaak vinden in boeken van fiqh is wat te doen bij twijfel. Wat moet ik doen als ik twijfel? Wat moet ik doen als de shaitan of mijn waswas zodanig is dat ik begin te twijfelen over hoeveel rak'a heb ik nou gedaan? Is mijn wudu wel of niet geldig? Is mijn salaat wel of niet geldig? Wat moet ik doen? Dat is natuurlijk een aparte hoofdstuk. Dat is niet de bedoeling dat we in de Godla daarover gaan. Maar ze hebben een algemene regel gegeven. Ja? Maar ook een algemeen principe gegeven. Ja? Laat dat waarover je twijfelt, over datgene waarover je niet twijfelt. Of dat niet, ja, niet dat je moet bouwen op daar waar je zeker over bent. Ja? Al-yaqeen la-yazulu bi-shak. Ja, niet daar waar je zeker over bent, waar je niet over twijfelt, ja, maar niet over de zekerheid, wordt niet weggedaan door een twijfel die je hebt. Door een twijfel die je hebt. En daarom bijvoorbeeld, ja, als je bijvoorbeeld twijfelt, heb ik nou 3 rak'a of 4 rak'a gedaan? Nou, dan ga je vanuit van waar je niet over twijfelt, de minste, oh, dan heb ik 3 rak'a gedaan. Ja, en daarna natuurlijk, en dan op het laatst, doen wij dan de sujud as-sahw. We zien ook bijvoorbeeld, als je tijdens de salaat last hebt van deze waswasa, ja, subhanallah, zelfs de profeet sallallahu alaihi wa sallam werd aangevallen door de shaitaan in zijn salaat. En de profeet zei bijvoorbeeld, als je last hebt van waswasa in de salaat, je kan je niet concentreren, kijk naar je linkerkant, blaas met een beetje spiegel, 3 keren, en dan zeg je, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de vervloekte duivel. En de profeet sallallahu alaihi wa sallam in Medina, dat is ook een overlevering over de profeet sallallahu alaihi wa sallam, de profeet was een keer aan het bidden, en hij ging de mensen voor in het gebed.
En plotseling ging de profeet zijn handen naar voren strekken en leek alsof hij met iets aan het worstelen was. Later hebben de metgezellen gezegd: ja, Rasulullah, wij zagen u vreemde bewegingen maken tijdens de salaat. Wat is er aan de hand? Toen zei de profeet, subhanallah, een van de shayateen kwam met een fakkel met vuur. Die probeerde mij met dat vuur aan te vallen en ik heb hem bij zijn nek gegrepen en hem met hem als het ware gevochten. En toen zei de profeet, als het niet om de dua was van Suleiman, zou ik deze shaitan vastbinden aan een van de pilaren van de moskee, zodat de kinderen hem zouden stenigen of de kinderen hem konden bespotten. Want natuurlijk, Suleiman, ja, heeft een speciale dua gemaakt en hij zei, oh Allah, laat ik de enige zijn die macht mag hebben over de shayateen en laat naar mij iemand daar de macht over hebben. Dus de profeet sallam hield daar rekening mee. Met andere woorden, het punt is, zelfs de profeet werd aangevallen door de shaitan, subhanallah, in zijn gebed. Laat staan wij, broers en zusters. Dus dat is ook waar we ook van bewust moeten zijn. Wat kunnen wij doen? Dat zijn enkele tips, nogmaals, voor mezelf en voor jullie. Wat kunnen wij doen wanneer wij zulke gedachten krijgen, deze waswasa? Op de eerste plaats, misschien makkelijker gezegd dan gedaan, stop met die gedachten. Zeg opnieuw je shahada. Zeg, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Doe opnieuw jouw shahada. Prijs Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals de profeet ook. De profeet zei ook tegen deze shaitan, a'udhu billahi mink. Je tijdens de salat, a'udhu billahi mink. Ja, dus hier zien wij, de enige die jou kan helpen bij zulke gelegenheden is Allah subhanahu wa ta'ala. Dus zoek jouw toevlucht bij Allah subhanahu wa ta'ala en gedenk Allah. Allah zegt ook toch, inna alladhina taqaw, idha massahum ta'ifu minash shaitani, tadhakkaru, fa'idha hum mubsirun. Voorwaar degene die Allah vrezen, wanneer zij een influistering krijgen van de shaitan, tadhakkaru. Dat is het belangrijkste is, hier zien we, het belangrijkste is dat je erover nadenkt. Tadhakkaru, je wordt eraan herinnerd. Subhanallah, van nature ben je goed. Je hebt een goede opvoeding, je hebt iman, je weet wat halal is, je weet wat haram is. En zo, van nature is moslim, alhamdulillah, goed. Maar zo nu en dan krijg je van die influisteringen en dan tadhakkar. Tadhakkar betekent herinneren. Oh, dat mag eigenlijk niet. Ja? Je hebt tadhakkaru, fa'idahum, mubsirun. Ja, tadhakkaru. En dan doen ze ook fikr. Bij Allah, de barakatana, dan zien zij in wat ze hebben gedaan, broers en zusters. En nogmaals, dat is een van de dingen, dus onze toevlucht bij Allah subhanahu wa ta'ala. Bevestig opnieuw jouw imaan. Nee, klinkt vreemd. Het is niet dat je daarnet uit jouw imaan bent getreden, begrijp me niet verkeerd. Het is niet dat je daarnet koffer hebt verricht, nee. Je gericht verricht, nee. Dat is niet het geval, ja. Maar van tijd tot tijd, tajdid al-imaan is goed, mashallah. Ja, we moeten elke dag proberen onze imaan te vernieuwen en niet tevreden zijn. Of complacent achterover zitten van, weet je wat, ik ben al binnen, mijn imaan is al goed. Nee, broers en zusters, we moeten altijd bang zijn dat onze imaan op de een of andere manier wordt gestolen. Of minder wordt. Of dat de shaitan een deel van jouw imaan zal wegnemen. Dus van tijd tot tijd is het goed om onze imaan weer opnieuw te bevestigen. Zeg simpel, amantu billah, ik geloof bij Allah subhanahu wa ta'ala en de rusul, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ook broers en zusters, maak er een gewoonte van om toevlucht te zoeken bij Allah de barakallahu wa ta'ala. Maak er een gewoonte van om altijd te zeggen, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bij de minste kwade gedachten die je hebt. Of wanneer je iets ziet wat haram is, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, dat is meer ter voorkoming. Ja? We zeggen toch, voorkomen is beter dan genezen. Ja, bouw om jezelf in een soort schild, ja, dat de shaitan jou niet kan doordringen. En zoek altijd toevlucht bij Allah de barakallahu wa ta'ala. Soms is het ook zo, subhanallah, sommige mensen vanwege een vorige opvoeding die ze hebben gehad en ze zien het licht van de islam, hebben soms nog enkele dingen van bijgeloof van het vorige leven, zeg maar. Ja? Als je bijgelovig bent en zulke dingen zitten nog steeds in je hart, ja, en soms kom je zulke dingen tegen in jouw leven, dan kan de shaitan ook in jou kunnen influisteren. Iets simpels. Lopen onder de trap bijvoorbeeld. Ja, je ziet, je loopt op straat, iemand zit zijn ramen te zeven daar en de trap is een beetje schuin. Oh ja, als ik onder de trap loop, dat is hoeveel, ik weet niet hoeveel jaren ongeluk dat zal brengen, wat dan ook. En dan, daar zie je dan zit je in die dilemma. Moet ik onder de trap doorlopen of moet ik eromheen? Bismillah, tawakkal ala Allah. Ja? Tenzij je bang bent dat je water op je valt en dergelijke, maar bismillah. Ja, dat is een moment waar de shaitan jou in twijfel zal doen brengen. Of je gaat een hotel boeken en je krijgt kamer nummer 13. Kamer nummer 13.
of ze zitten in de vliegtuig en ze krijgt stoel nummer 13. Ja, jij als moslim krijgt stoel nummer 13. En noem maar op. Bismillah, tawakkal ala Allah. Ja? Vrees niet. Of je loopt op straat en je ziet een zwarte kat. Ja? Je was op weg naar sollicitatie en je ziet een zwarte kat. Ja? Of ja, noem maar op. En dan ga je daarover twijfelen. Nee, broers en zusters, dat zijn dingen die de shaitaan in jou kan doen, doen denken dat het ongeluk is. Want dat hadden we ook in de jahiliya. De profeet zegt bijvoorbeeld, in de jahiliya deed dat ook zo, al deze bijgeloof is, dit is nieuws. At-tiyaratu shirk, at-tiyaratu shirk, at-tiyaratu shirk. Jou laten leiden door vogels is shirk. Schoon omdat die vogels zitten daar predigen, die links, rechts, oost, westen, en je laten leiden door vogels. Ja, in de jahiliya was het zo, dat als mensen belangrijke beslissingen wilden maken, zijn vogels gingen raadplegen. Ja? Bijvoorbeeld, ja, iemand wil trouwen, ga ik wel of niet trouwen en dergelijke. Ja? Dan nam je een vogel, liet de vogel los. Als die vogel oosten vloog of westen vloog, aan de hand van hoe de vogel ging vliegen, gingen ze hun beslissingen, subhanallah, daarop baseren. Islam leert ons, wanneer wij twijfelen, ja, dan doen we salat al-istighara. Ja, we doen salat al-istighara. Zo zijn er nog een heleboel dingen. In elk geval is, wij moeten onze iman bewaken tegen elke vorm van waswasa. Mogen Allah de waarde van Allah standvastig maken. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim.